Terwijl gisteren de verkeersveiligheidsmaand 2019 werd afgesloten, werd nog voor het einde van de dag het 8e dodelijke verkeersslachtoffer opgetekend. Dit brengt het aantal op 53 verkeersdoden voor het jaar 2019. Het hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname, Humphrey Naarden, gaf de details door. Gisteravond heb ik begrepen rond 19:30 is de 55-jarige fietser, de heer Kenneth Kasmo, aangereden door een bromfietser aan de Djamoustraat. De voorlopige rapportage die ik heb is dat de bromfietser een 19-jarige jongeman is, een Rishwan T. Hij reed ook over de Djamoustraat en die fietser, meneer Kasmo, kwam dus vanuit de tegenovergestelde richting. Tot nog toe voor mij, althans, onbekende reden, is die bromfietser op de rijhelft gaan rijden van de fietser. Met het gevolg een nagenoeg frontale botsing. En de botsing was zodanig dat de heer Kasmo ernstig gewond is geraakt en hij is ter plaatse komen te overlijden. Men had de ambulance al ingeschakeld, maar toen men daar aankwam bleek dus dat de heer Kasmo reeds overleden was. Dus dan moest men dan de lijkenwagen inschakelen. Wij gaan ervan uit dat die 19-jarige waarschijnlijk met vrij hoge snelheid moet hebben gereden. Want als hij zich had gehouden, denk ik, aan de maximum gestelde snelheid voor bromfietser in de bebouwde kom, dat is dan 30 kilometer. Dan denk ik niet dat de impact van de botsing zodanig zou zijn dat de heer Kasmo zulke een letsel zou oplopen. Ik heb begrepen waarschijnlijk aan zijn hoofd. Dat hij dus een gestorven is. De politieinspecteur gaf verder informatie over de kwestie waarbij een man dood thuis werd aangetroffen. Echter vermoedt de politie dat er in dit geval misdrijf in het spel is. De politie zondagmorgen vroeg rond 6:00 ook een melding heeft gehad dat een manspersoon ademhalingsproblemen had, dat wel bewusteloos was geraakt op een adres aan de Koperastraat. De politie is er naartoe getogen voor onderzoek en daar heeft men inderdaad een man aangetroffen thuis. Ik zal zijn naam nog niet noemen omdat het onderzoek nog heel vers is. Maar het komt erop neer dus dat ter plaatse men een 57-jarige meneer heeft aangetroffen en die man is dood gegaan. Bleek dus dat hij overleden is. Nou, dat lijkt eens in beslag genomen omdat op het lichaam er sporen van geweld te zien zijn. En ook naar aanleiding van wat hij gezegd zou hebben aan familie. Aan mij is gerapporteerd dus dat hij zou hebben aangegeven aan familieleden of gezinsleden dat hij zou zijn mishandeld. Daarop komt het neer door anderen. Wie die anderen zijn is nog niet helemaal duidelijk. Maar op grond van de sporen aangetroffen op het lichaam, zeg maar sporen van geweld, en wat de man gezegd zou hebben voordat hij stierf, heeft de politie dan het lijk in beslag genomen in opdracht van het Openbaar Ministerie. En de zaak zal worden onderzocht, hè, om in elk geval erachter te komen hoe die man aan de letsels is gekomen en wie er verantwoordelijk voor is.